en schuurtje landschapjes te schilderen. En zijn tweede liefde was vooral Curaçao. En hij schilderde dus vooral Curaçaose landschapjes. En toen hij 75 werd, toen kwam mijn broer over naar Curaçao, die woont er al heel lang. En die had mij gemaild of geappt, dat weet ik al niet meer. Van, we moeten wel een levensloop zingen op het feest. En ik dacht, oh god, daar gaan we weer, hè. Brieven zou ik delen met 16 complete alle tantes mee zingen. Dat is uit het leven gegrepen, weet je wel. Ik had er helemaal geen zin in. Dus ik zei van, nou, ik schrijf wel iets. En toen heb ik een klein liedje geschreven, waar toch zijn hele levensloop eigenlijk in zit, maar dan gewoon in 7 regels. Lekker snel klaar, zeg maar. En dat liedje staat ook op de cd Eilandskind. En dat gaan we nu doen. Het heet 7 schilderijen.7 schilderijen, 7 olieduren tegen het behang, 7 episodes van een mooie roman, het leven getekend en de gang is nog lang. Hoofdstuk 1, we zien Breda, nog haast geen auto's in de straat. Hoofdstuk 2, we zien een rijstveld en een kleine soldaat. Hoofdstuk 3, weer Breda, een stralend bruidspaar komt voorbij. Hoofdstuk 4, Curaçao, dat is het mooiste schilderij. Stel je voor een kamp met 7 schilderijen, 7 olieduren tegen het behang, 7 episodes van een mooie roman, het leven getekend en de gang is nog lang. Hoofdstuk 5, we zien een landweg in het Brabantse land. Hoofdstuk 6, een camping, 6 kinderen op het strand. Hoofdstuk 7, een vliegtuig in het hemelse blauw. En ik kan het wel raden. Stel je voor een kamp met 7 schilderijen, 7 oliedoeken tegen het behang, 7 episodes van een mooie roman, het leven getekend en de gang is nog lang.